Soms ben je ergens mee bezig en dan opeens word je door iets gegrepen dat je niet meer loslaat. Voor onze site ben ik jaren geleden begonnen met een onderzoek op de oude algemene begraafplaats. Eerst om gewoon eens te kijken of daar familie begraven was, zodat ik onze stamhomes met wat gegevens kon uitbreiden. Door mijn interesse in de geschiedenis van Baren zag ik op die grafmonumenten allerlei namen die ik kende uit de oude verhalen over Baren. En zo werd ik voor het eerst gegrepen door iets dat me niet meer losliet. Ik had de drang om uit te zoeken wie die mensen waren die er begraven zijn. Inmiddels is dat behoorlijk uit de hand gelopen. En zo is onze website groenegraf.nl ontstaan. Tijdens dat onderzoek ontdekte ik een grafmonument van ene Jacoba Maria Horstman. Bij mijn zoektocht naar gegevens over deze dame stuitte ik op een krantenartikel over een treinramp in Weesp. Het bleek dat mevrouw Horstman om het leven gekomen was bij deze ramp. In hetzelfde artikel stond een lijst met namen van personen die verwond waren of omgekomen waren. Bij die namen stonden ook de woonplaatsen van die personen vermeld. Het bleek dat er nog meer Barenaars waren omgekomen bij die ramp. En dat was de tweede keer dat ik gegrepen ben door iets wat me niet meer losliet. Sinds die dag ben ik aan het zoeken geslagen naar meer informatie over die ramp en de Barenaars die daarbij omkwamen. En dit is het resultaat. Het is vrijdag, de 13e september 1918. Een ongeluksdag, zouden bijgelovigen zeggen. En dat bleek het ook te zijn. Op die dag vond namelijk een verschrikkelijke treinramp plaats bij Weesp. Weesp, zult u zeggen, wat heeft dat nou te maken met deze site? Dat is toch geen Eemland? Nee, Weesp is inderdaad geen Eemland. Dus wat dat betreft heeft het met onze site niet zoveel te maken. Waren het niet dat Baren in die tijd behoorlijk afhankelijk geworden was van deze spoorlijn naar Amsterdam? In 1874 werd de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort langs Baren geopend. En Baren kreeg, met een beetje hulp van Prins Hendrik, zijn eigen station. Dat zorgde ervoor dat rijke Amsterdammers dagjes uitgingen naar de mooie omgeving of er langere tijd verbleven in de vele pensions en hotels die in die tijd als paddenstoelen uit de grond schoten in Baren. Dat Baren in de smaak viel, bleek wel uit het feit dat vele rijke Amsterdammers in Baren en omgeving hun zomerverblijven bouwden. Velen kwamen zich hier definitief vestigen. Vaak werkten ze echter nog in Amsterdam. Dus de treinverbinding naar Amsterdam werd volop gebruikt. En zo gebruikten vele Barenaars de trein ook op die vrijdag, 13 december 1918. De trein vertrok om 9.46 uur uit Amersfoort, waar eerst nog een trein uit Groningen aangekoppeld werd. De passagiers uit Groningen waren op dat moment al 4 uur onderweg. Om 9.59 uur waren de Barense reizigers aan boord gegaan en ging het op naar Hilversum, waar om 10.10 uur vertrokken werd. In Bussum en Weesp werd niet gestopt. En daar moest de trein volgens reglement met afgesloten stoom en niet sneller dan 45 km per uur rijden. Nadat de brug bij Weesp gepasseerd was, moest de trein weer vaart maken om tegen de helling van de brug over het Merwedekanaal op te klauteren. Het Merwedekanaal heet nu Amsterdam-Rijnkanaal. Het was het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog. En de kolen die de trein op gang moesten brengen, waren uitgesproken slecht. Langzaam reed de trein de helling van de brug op. Er was niet voldoende stoom voor meer snelheid. Een wegwachter en een wegarbeider die in een seinhuis aan de Gooise kant van de brug stonden, vertelden later aan de verslaggevers van de krant hoe ze hadden gezien dat de locomotief de brug bereikt had. Op datzelfde moment zagen ze de achterste bagagewagen achterover hellen. De trein schoof nog even door en de locomotief sloeg tegen de brugingang. De personenwagons die achter de bagagewagen hingen, zagen ze van de dijk afglijden. Even klonk er een geweldig lawaai. Een klap. Eén ogenblik was het angstaanjagend stil. En toen verscheurde
onmenselijk gejammer en gegil aan de andere kant van de dijk de stilte. Van de eerste wagons was niet veel meer over dan een hoop versplinterd wrakhout. De seinwachters wilden naar Weesp bellen, maar de lijn was stuk. Ook de seinen waren stuk, dus hebben ze naar elke kant van de spoorlijn een man met een rode vlag gestuurd, om de aankomende treinen te waarschuwen. Van het treinpersoneel bleek niemand gewond. Zij verleenden de eerste hulp, samen met een chirurg en 4 nonnen die ook in de trein zaten. Ook een groep militairen die toevallig in de omgeving marcheerden, schoten te hulp. Een hulptrein uit Naarden-Bussum arriveerde meer dan een uur later. De ongevallen wagons vertrokken rond die tijd uit Amsterdam en een trein van het Rode Kruis kwam 2,5 uur na de ramp op de plek aan. Taco Zondervan, een van de overlevenden van de ramp, beschreef wat er na het ongeluk gebeurde. Wat wij bij dit grootste spoorongeluk dat in Nederland wellicht ooit gebeurd is gezien hebben, valt niet te beschrijven. Een gehele trein ligt kriskras door en over elkaar. De dijk waarover eens het spoorwegverkeer liep, bestaat niet meer. Hij schijnt als in de afgrond verdwenen. Het weiland waarin de overblijfselen van een trein liggen, is als het ware omgeploegd. En een sloot is plotseling gedempt. Taco Zondervan heeft geluk gehad. Beduusd en met enkele kneuzingen en lichte verwondingen wordt hij met andere gewonden in het weiland gelegd. Naast mij lag iemand die geen benen meer had. Met bijlen en zagen worden de half versplinterde wagons uit elkaar gehaald, omdat vermoedelijk nog een paar slachtoffers onder de trein bedolven liggen. Tegen 2:30 werden een groot aantal gewonden op dekschepen gelegd die in het Merwedekanaal lagen en naar Amsterdam werden vervoerd. Daarna volgde een schuit met doden. Later zou blijken dat bij deze treinramp 41 personen om het leven gekomen waren en 42 mensen gewond raakten. De oorzaak van de ramp was het verzakken van de spoordijk. Dit bleek het gevolg te zijn van overvloedige regen van de voorgaande tijd en de slechte staat waarin de spoordijk verkeerde. Op het moment van verzakking was de locomotief al op de brug en hij bleef hangen in het ijzerwerk van de brugconstructie. De lok en de tender kantelden naar rechts. De tender bleef liggen op het landhoofd, een bagagewagen erachter kwam tegen het landhoofd tot stilstand. De volgende 3 rijtuigen zakten van het talud af en schoven in en over elkaar. De houten bovenbouw werd grotendeels versplinterd, waardoor hier de meeste doden en gewonden vielen. Het derde rijtuig werd bovendien bedolven door een daarachter rijdende bagagewagen en postrijtuig, die door de snelheid geleidelijk naast de voorgaande rijtuigen terechtkwamen. Het rijtuig achter het postrijtuig kwam schuin vanaf het talud omlaag te hangen, maar was nauwelijks beschadigd. De laatste rijtuigen van de trein ontspoorden, maar bleven wel op de spoorlijn staan. Van de 41 dodelijke slachtoffers die er vielen, bleken er minstens 9, dus bijna een kwart, uit Baren te komen.